Van VOJ stappen wij over naar VOS. Danito Kromosuto en Moreno Emanuelson zijn dinsdag verkozen tot de Most Excellent VOS Students van 2016. De Rotary Club Paramaribo Central hield deze ceremonie voor de 30ste keer. De landelijk 17 bestgeslaagden van de VOS-scholen werden in Hotel Krasnapolski in het zonnetje gezet. Het streven van het Student Excellent programma is erop gericht dat alle studenten dienstbare, waardevolle en zeer gewaardeerde burgers zullen worden van ons land. De organisatie eert daarom de bestgeslaagden van de VOS-scholen. Niet alleen omdat zij de beste studieprestaties van hun school hebben geleverd, maar ook aan de hand van andere factoren zoals vrije tijdsbesteding en dienstbaarheid aan de samenleving. De bestgeslaagden houden een presentatie van 5 minuten over het succesvol studeren. Na de presentaties werden 2 van de kandidaten verkozen tot Most Excellent VOS Students. Glenn Cyrus, president Rotary Club Paramaribo Central, zegt dat de excellente schoolprestaties gestimuleerd en gewaardeerd moeten worden, omdat het niet vanzelf komt. Jullie als studenten, jullie hebben discipline aan de dag moeten leggen. Soms zelf offers moeten brengen. En jullie hebben je ingezet om deze prestaties te bereiken. En dit is prijzenswaardig. Natuurlijk zal er ook ondersteuning en begeleiding vanuit de familie, de ouders, de school, de lerarenkorps zijn geweest. Maar primair heeft het aan u zelf gelegen. En nu? Nu kijkt de hele samenleving naar jullie, studenten, afgestudeerden. Ze kijken hoe je je weg verder gaat vervolgen. En dat is niet altijd een makkelijke opgave. Maar, zoals ik eerder zei, met de door u reeds getoonde discipline, ijver en inzet, zal het wel lukken. Volgens Silvano Vola, die namens de studenten een dankwoord richtte tot de organisatie, heeft de groep de presentaties niet ervaren als een contest. Het was een mooi moment om van elkaar te horen hoe elk van hen successen hebben geboekt, geeft Silvano aan. Bij sommige mensen werd ik bijna emotioneel, met name die ene kandidaat die vertelde over hoe hard ze moest werken, dat ze tot 2 uur in de ochtend moest studeren en weer tegen 4 uur moest opstaan om naar school te gaan. Dat vind ik heel geweldig. Het is voor mij een bewijs dat waar een wil is, een weg is. Verder wil ik jullie bedanken dat jullie zijn komen opdagen. Jullie hebben de tijd genomen om je voor te bereiden. Jullie hebben het heel goed gedaan. Ik wil ook de families en vrienden en leerkrachten bedanken. Zij die hebben geholpen bij de voorbereidingen. Ik wil in het bijzonder Rotary Club Paramaribo bedanken. Rotary Club Paramaribo Central bedanken. Voor alles wat jullie hebben gedaan. Niemand hoeft ervoor beloond te worden als je je best hebt gedaan. Omdat het voor jouzelf is in de eerste plaats. Maar desondanks hebben jullie gekozen om ons in de bloemetjes te zetten. Het is voor ons een motivatie om door te gaan en het geeft ons die push dat iemand oog heeft naar wat we allemaal doen. Aldus Silvano Vola, een van de bestgeslaagden van de VOS-scholen. Danito Kromosuto en Moreno Emanuelson zijn dinsdag verkozen tot Most Excellent VOS Students van 2016. De Rotary Club Paramaribo Central hield deze ceremonie voor de 30ste keer.